Er heeft ooit iemand tegen mij gezegd dat ik lelijk ben. Dat zit nog altijd in mijn hoofd en ik ben dat beginnen geloven. Ingen is zijn meter en ze ziet zichzelf als een niet zo mooi persoon. En ik vind dat wel jammer. Ik droom ervan dat zij eens een dag naar zichzelf zou kunnen kijken hoe dat wij haar zien. Want dan zou ze denk ik echt wel begrijpen hoe mooi dat ze is. Ingen. Ilse. Zelfvertrouwen dat gaat niet alleen over je lichaam. Dat zijpelt eigenlijk op heel veel domeinen door. Alleen al door haar houding, haar haar voor haar ogen, probeert ze bijna te zeggen... Oh, op mij hoef je echt niet te letten. Vandaag gaan we werken rond je zelfvertrouwen. Wanneer er een negatieve gedachte in je hoofd opkomt, druk je op de stopknop. Oké. Okay. Jouw wekker loopt af. Jij ziet jezelf in de spiegel. Wat is de gedachte? Ik wil Inge leren om echt te stoppen met die negatieve gedachten en positieve in de plaats te kiezen. Er is iets met een collega dat je moet bespreken. Zeg het mij als er een negatieve gedachte in je opkomt. Ja. Als het zal kunnen, dan zal ze daar haar hele leven dankbaar voor zijn. Jij gaat dat heel veel gaan oefenen de komende dagen. En ik ga jou vragen om op het punt waarop je zegt ik voel me eigenlijk best oké over mezelf, om een selfie te nemen van u. Ik ga deze morgen proberen om mij een beetje op te maken. Ik voel toch wel dat het mij een beter gevoel geeft, omdat mijn ogen is iets wat ik wel mooi aan mezelf vind. Dus dan kan ik die een beetje in de kijker zetten. Vandaag ga ik na een lange tijd zijn gestopt met joggen terug beginnen. Ik ga nu mijn selfie maken. Ik ben er helemaal klaar voor, dus hier gaan we. Vond de commentaren echt heel mooi. En ik denk, als andere mensen dat in mij kunnen zien, dan moet ik misschien leren van dat zelf ook te zien. Happy, happy, happy. Zou je toch moeten zijn met die complimentjes, hè? Ik heb echt een klik gemaakt. Ik wist niet waar ik aan begon, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.